Vanavond gaan we een beetje stout zijn. Althans, we gaan dingen doen die niet volgens de wet mogen. Zo gaan we alcohol drinken met... Wijnand. Brian. En hoe oud ben jij? 16. 17. Maar we gaan natuurlijk niet met jouw camera naar binnen, dat valt een beetje op. We gaan met deze kleine camera en verborgen microfoontjes kijken of we toch alcohol kunnen krijgen. Blijf jij maar gewoon lekker hier. We starten onze steekproef in het uitgaansgebied bij uitstek, de Oude Haven in Rotterdam. Maar hoe druk het er ook mag zijn, het barpersoneel kent de regel. Bij twijfel, dan vraag je een identiteitsbewijs. Ja, mag ik wel even inlezen? En dus geen alcohol voor onze verslaggever en de proefkonijnen. De Oude Haven laten we voor wat het is. De avondwinkel. Daar moeten onze jongens toch wel aan wat drank kunnen komen. Wat zijn halen? Of gewoon een sixpack. 8,75. Is gelukt, hè? Ja, gelukkig. Ze lijken mij meer dan 18 jaar. Ja, het is best lastig voor u. Het is super lastig, ja. Bij de jongens had ik zeker niks gevraagd. Nee, maar als ze dan toch een beetje twijfelt, is het dan niet beter om toch te vragen? Ik twijfel niet. Ze lijken mij meer dan 18-jarigen. We gaan met de jongens verder in hun zoektocht naar drank. Stadhuisplein is de volgende stop. Kroegen genoeg, maar schenken ze ook aan onze minderjarige vrienden. Ik heb mijn idee niet bij me. Ik ben 18. Ik ben? 18. Nee, dat is 21 plus. Oh, oké. Dat is goed. Mijn naam. Helaas. Weer niet gelukt, hè? Ja, jammer. Teleurstelling. Weer geen bier, jongens. Gewoon simpel bier. Dat kon vroeger gewoon. Ja, inderdaad. Het is echt heel jammer. Teleurstellend. Weer teleurstellend dus. Nou, je ziet hier op Stadhuisplein tussen al die grote commerciële zaken. Ja, daar lukt het dus ook gewoon niet. Dan blijven de kleine kroegjes over op bijvoorbeeld de Nieuwe Binnenweg. Hey, mag ik twee biertjes? Nee. Er is niks fout aan. Ja, moet gewoon kunnen. Ja, inderdaad. Dit is mijn eerste dag sinds 1 januari dat ik weer sta. Dus ik heb vandaag nog niemand gehad. Waarbij ik echt twijfel had. Maar als ik twijfel heb, dan zou ik het zeker vragen. Ja. Er komen er toevallig net twee jongens aanlopen. Die zijn allebei 17. Ja. En die hebben wij net hier een biertje laten halen. En dat is ze gelukt? Ja. Ja, daar heb je het al. En als laatste proberen we het ook nog even in de populaire Witte de Witstraat. 2 rosé's en 1 biertje graag. Is dat nou niet moeilijk om te herkennen of iemand 17 is of niet? Nou, nee, gewoon ID vragen. Maar anders komen ze er gewoon niet in? Nee. En als ik jou nou vertel dat er net twee jongens van 17 je drank hebben gedronken? Nou, geloof ik niet. Jongens, volgens mij zijn we een beetje stout geweest. Beetje wel. Komt dat? We hebben alcohol gedronken. Illegaal. Ja, en hoeveel eigenlijk? Ja, ongeveer 5, 4, zoiets. Ongeveer, dat weet je nou al die uur. Ja, alcohol, hè? Dat is een beetje... Ja. Niet goed voor de hersenen? Nee, niet echt, nee. Maar in ieder geval nog 1 biertje? Misschien. Misschien, hij weet het nou allemaal niet meer. Jij wel zeker? Ja, zeker. Zeker, ja. Ja, ik mag wel wat sterkers doen, dus dat ga ik nu doen.